Wat mij inspireerde om te beginnen aan Dory Iwer is eigenlijk een lang verhaal. Ik ga het proberen kort te houden, maar Dorotina, ik leerde Dorotina natuurlijk kennen, ze was 17. En Dorotina droeg altijd een bril, omdat ze niet heel goed kon zien. En ze had eigenlijk een hele standaard bril altijd. En op een gegeven moment, ze was jarig en ik dacht, ja, wat moet ik haar kopen? Ik dacht, ik koop haar een nieuwe bril. Ze had die bril al best wel lang, vaak ook gevallen, hij was ook niet meer helemaal recht. Dus ik zei tegen haar van, we gaan naar de opticien en ja, kies maar een nieuwe bril uit. Dus, komen bij de opticien. Iemand die daar werkte, die herkende ons. We waren natuurlijk toen al bezig met muziek maken, Dorotina en Koso. Ging supergoed, ze herkende ons en ze zei tegen de eigenaar van, hey, dit zijn Koso en Dorotina, zijn bekend, bla bla bla. En de eigenaar zei van, weet je wat, kies maar een bril uit en die mogen jullie gratis hebben in ruil voor promotie. Dorotina koos dus een hele chique mooie bril uit, ze kreeg hem gratis in ruil voor promotie. Nadat ze die bril had gekregen, droeg ze die natuurlijk op Instagram en op videoclips en, waar, en overal waar ze was eigenlijk droeg ze die bril. En ze droeg hem echt, elke dag, overal waar ze kwam droeg ze die bril. En op een gegeven moment zag je gewoon dagelijks mensen die haar vroegen van, hey, waar is je bril van? Hey, welk merk is je bril? Waar heb je die bril gekocht? Ik wil die bril ook. Ze wisten niet eens wat voor merk die bril was, maar ze wilden gewoon die bril wat Dorotina elke dag droeg. Er werden zelfs grapjes gemaakt van slaapt zij met die bril of zo. Maar ja, zij droeg die bril natuurlijk ook omdat ze daar beter van kon zien. Het was een bril met sterkte. Dat wist natuurlijk niet iedereen. En ze droeg hem ook gewoon echt als accessoire. Ze droeg hem elke dag. Ze combineerde die bril met bepaalde kleding. En op een gegeven moment kregen wij een berichtje van de opticien van, hey, kom even langs. Ik wil met jullie praten. Dus wij weer naar de opticien gegaan. En die man zegt van, het is niet normaal. We krijgen dagelijks mensen hier die zeggen van, we willen de Dorotina bril. Ze hebben zelfs in die winkel, hebben ze die bril wat Dorotina toen de tijd had, hebben ze zelfs de Dorotina bril genoemd. En ze hebben ons daarna ook eerlijk verteld dat ze daar gewoon echt honderden stuks van verkocht hadden. Dus ze zeiden om het goed te maken, kies maar nog een bril uit. Dus Dorotina nog een bril uitgekozen. En weer hetzelfde verhaal. Weer heel veel vragen naar, weer elke dag DM's van waar is je bril van. Ja, de opticien natuurlijk weer super tevreden met de promotie die zij deed. Ik met mijn ondernemershoofd zei gelijk van Dorotina van, hey, dit is iets wat bij jouw imago past. Dit is Dorotina, weet je, ze kennen Dorotina met een bril. Hier moet je iets mee gaan doen, weet je. Net als ik met fitnessen, ik vind fitnessen leuk, het is mijn passie. Ik heb iets daarvan kunnen maken met Koso Nutrition natuurlijk. En ik zei tegen Dorotina van, jij moet echt iets gaan doen met brillen. Als jij het leuk vindt, als dat goed bij jou voelt, het is jouw passie, dan ga er iets mee doen. Ontwikkel je eigen bril. Maak een eigen brillencollectie. Ga daarmee aan de slag. Ik doe echt dagelijks wat ik leuk vind. En we waren eigenlijk al heel lang ook op zoek voor Dorotina. Van wat vind jij nou leuk om te doen? Dit is het gewoon, man. Een eigen brillenlijn. En ik dacht ook bij mezelf, als zij een paar honderd van die brillen hebben verkocht op de naam van Dorotina. En het zijn echt brillen van best een hoge prijs. Volgens mij rond de 1000 euro, dan zijn er waarschijnlijk ook echt honderden andere mensen die bril ook wilden, maar die hem te duur vonden. En ze kreeg ook wel heel vaak DM's van, oh jammer, die bril is veel te duur voor mij en ik vond het best wel jammer. Toen zei ik tegen Dorotina van, misschien moet je daar iets mee gaan doen, zodat iedereen eigenlijk de Dorotina bril kan dragen en als accessoire kan dragen. Want tegenwoordig is een bril niet meer alleen om goed te zien. Een bril, ik draag hem nu als accessoire, ik heb er geen sterkte in. En ik vind het gewoon heel vet om zo'n bril met bepaalde outfits te dragen. Of als ik uitga, of als ik met vrienden ga uiteten. Dan draag je, weet je, deze bril draag ik niet in de gym natuurlijk. Maar als ik even goed gekleed ben en ik wil ergens naartoe, dan draag ik hem heel graag. En die bril is ook voor mannen en vrouwen, unisex. Dus ik draag hem, Dorotina draagt hem, mijn vader draagt hem, mijn moeder draagt hem. Ja man, hier zijn we. Dory Eyewear. We gaan over een paar dagen lanceren. Ik ben super trots op Dorotina. Ik ben super trots op het merk. Ik hoop dat jullie ons supporten zoals altijd. En lekker gaan shinen met die Dory-bril. Dikke SO naar jullie. En laten we knallen. Dory Eyewear.